Ik zeg ook altijd, weet je, wij mannen denken altijd dat wij de heersende factor zijn binnenin Kies verkieswaam meid. Maar het is die smaak. Zij sma bepaalt. Zij bepaalt. Zij maakt haar tijd. benen open. Juist. Jij bent degene die erin mag gaan. Het was 1996 en ik was op een grote bobbelingfeest aan het schuren met de meid die ik had meegenomen. Toen werd de muziek onderbroken omdat drie rmb zouden optreden. Al die chickies rennen naar het podium en beginnen te gillen. En zoals je weet, in Nederland zijn we best wel nuchter. Op zijn hoogst een beetje bouncen en applaudisseren. Maar die chimeids waren aan het gillen. Ik lieg niet voor je. En ik ga eerlijk zijn, ik was een beetje aan het haten. Dus ik wil tegen die chick zeggen waarmee ik ben. Check die zanger. Hij denkt hij is Casey van Jodice. En ik kijk naast me. En die sma is ook naar voren gerend om te gillen voor die kill. <laughs> en die kill is Lloyd. <laughs> Dat is het verhaal, Lloyd. Welkom in Gilly's Loveline. Ik maak geen grap. Dit is echt hoe ik dus kennis maakte met jou... Wow. en met die andere toppers van Arnhem's Gewijs. Want daar hebben we het over. Wow, 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 ja, man. Wow. Dit was in Aga Den Haag. Het paard? Juist, in paard. <laughs> dus je weet al precies wat ik bedoel. Want dit is real wat ik zeg. Hè. Die meiden gingen gillen. Ja, we hadden, we hadden in, uh, in Den Haag hadden wij een hele grote following. Mm -hmm. En het was te zien in het paard, want dat was een van onze meest memorale, uh, memorabele shows die we hebben gedaan. Yeah. En, uh, ja. En tot de dag van vandaag is er altijd. Love van Arnhem, man. Dus jij herinnert het ook, net hoe ik het herinner. Ik herinner het iets anders. <laughs> maar nee. jij stond daar, maar die, die, die mensen die gingen voor Arnhems geweest, Die ja, meiden. Man. Ja, man. Het was, het was uh, druk. Het was druk die dag. Het was een vissa van Chucky. Klopt. Child's Play. Ja. Dan weet je dat ik niet lieg. Ja, man. Dus ik was daar lekker aan het schuren. Op mijn tenen met één lange meid. <laughs> Wordt het onderbroken omdat jullie zo graag moesten optreden. Ja. Maar, ik zeg je gelijk. Daarna kwam uh, 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 toen ik kennis maakte met Arnamsgewijs, meteen die respect. Want ik dacht, hé hey, joh, en die trots. Deze gasten verwerken gewoon Sran en tongen in hun shit. Ja, man. Dit is gewoon echt RB op Amerikaans niveau. Ja, man. Maar we verstaan het, we voelen het. Dus dat veranderde gelijk in trots van, en, en bewondering van, damn. En van waar kom, want ik was nog met mijn domme Randstad, denk je. Mm -hmm. Want als je uit de Randstad kwam die tijd dan, dan denk je echt dat dat het is. Mm -hmm. En je bent de shit in de Randstad, terwijl er is een hele andere soort leven blijkbaar in Arnhem. <laughs> hele andere soort swag en die brachten jullie. Ja, kijk, ik, ik zelf ben niet van Arnhem. Ik was, uh, ja, ik kom van deze area, kom ik af. Ik ben van Den Haag, waar ja. je, En ik woonde. Uh, Dat verklaart de hoop. <laughs> <Nee hoor>. <laughs> <laughs> ik woonde in Alphen aan de Rijn. Ja. Ik ben altijd een beetje een traveler geweest. Dus uh, Arnhem, uh, Destination Arnhem die heeft mij daar naartoe geleid om uh, te werken met, uh, met Edsel Cameron destijds, dat was die producer. Die man deed ook Dignity en zo. Ja. Dus, uh, wij, ja en ik, ik zeg meteen ja, omdat dat is nou zo speciaal naar Arnhem geweest. Dat is de tijd van Dignity, ja, RB, K-Shaw had je ook nog. En ja, dat man. was allemaal Engelstalig. Mm -hmm. En bam, daar waren jullie. Ja. Nederlands maar ook stranatongen erin verwerkt, ja, maar. maar ook die swag van eigenlijk een beetje straat. Ja man. Nee, maar dat was ook gewoon, dat, dat, dat was ook de, uh, de reflectie denk ik. Weet je? Want we, we, we kwamen ook daar vandaan. Snap ik ja. Dus als we het anders hadden gedaan, dan, hadden we, dan was het eigenlijk niet, uh, niet van ons. Ja, snap je? Dat ja, ja. was, het het, ja, was het gemaakt geweest. Ik denk dat als je Arnhemsgewijs ook toen we met je hebt mijn gebruik kwamen en uh, uh, veel mensen weten het niet. Ja. Maar je hebt mijn gebruik had ik kant B. En die kant B heette wil je leven. Mm -hmm. weet je? En daar, daar zingen we dat ook weet je? van. Wil je leven, wil je leven, wil je leven. Wil je leven. Zodat je kan geven. En daar zongen we eigenlijk over maatschappelijke dingen ja. die uh, dicht bij ons stonden. Weet je, dus wij, wij waren eigenlijk, ja, die uh, Jodeci, Age H-Town-achtige vibe hadden wij. Weet je, de, gewoon, ja, echte verhalen, echte dingen. Ja. Weet je, want toen de tijd, ja, een boy die zegt van je hebt me gebruikt, dat, is, dat was raar. Ma ma maar laten we meteen daar naartoe gaan, want ik vraag me dat af inderdaad. Ja. Ik zei dus, die vibe was street vibe en gewoon real. Maar dat is dezelfde tijd van Toepak. First of fuck your ja, bitch. En de clip we... En deze doet zegt... Het, mooi, maar je hebt me gebruikt. <laughs> dus mijn, nee, een... ik heb heel veel vragen daarover. Maar mijn eerste vraag is: wie was die wies was die mocho mee die je had gebruikt? <laughs> want, want het komt uit inspiratie. Hè. Hoe schrijf je zoiets? Nee, kijk, dus het zijn gewoon dingen. Want, ah. want je weet, in die tijd. Uh, weet je, je bent mooi boy. En je bent in die, in die hele swag <laughs> van, van, uh, van het uitgaan. En. Ja, hoe noem je weet je. Dus we, 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 we leefden, snap je wat ik bedoel? Juist. En uh, ja, het was, het was ook gewoon common om een blauwtje op te lopen, snap je wat ik bedoel? Maar niet common om erover te schrijven niet om en dat naar schrijven. buiten te brengen. Nee, dus daar alleen al respect. Want ik zeg je, het was, ik was dan uh, aan het schuren op een bobbelingfeest. Mm -hmm. Maar het was of dat, of je was in een talk-life mode <laughs> of een combinatie daarvan. Ja. Ik schuurde in de discotheek, maar ik zoek Westside website wanneer ik naar huis ga. <laughs> Maar jullie kozen dus ervoor van nee, kwetsbaar muziek gaan we maken. Je hebt me gebruikt. Vandaar ja. dat al die meiden gingen gillen, want Juist. het was er niet. Het was er niet. En ik denk dat het ook uh, precies als wat je zegt, kijk, wij, wij gingen echt een doelgroep targeten op dat moment. Ja. Die uh, niet familier was met dat stukje van, weet je? Juist. Uh, die, die, dat, dat harde hadden we meegekregen. We kwamen net uit het hele NWA-gebeuren. Mm -hmm. Hip-hop had net een. Uh, een best wel harde klap gekregen omdat uh, ze wilden heel veel dingen gaan verbieden. Hé, hey, ken je nog. Milan, jij zegt daar dingen man. Ja, man. Want wat jij daar zegt heb ik kort live meegemaakt. Mm -hmm. Ik rapte dus vroeger ook. En het begon vanuit Engeland. Ja, man. Uh, wij zouden in de voorprogramma staan van Snoop Dogg ja, man. met onze rap, uh, rapgroep. En dat ging niet door omdat Engeland zei, nee, 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 even pauzen met die gangster shit. Ja, man. En Nederland wilde het nadoen en die wilde zelf. Het uh, muziek niet meer willen verkopen. Tenminste, het gesprek ging daarover. Dus ik weet waar je het over hebt, nu, man. Ja, maar je had, je, had, je had verschillende. Weet je, kijk, de, de, het maatschappelijke ding van muziek. Ja. Weet je, en de, de, de politieke uh, uh, berichtgeving vanuit de muziekindustrie. Ja. Werd een beetje, weet je, ook door Public Enemy, wat ik al zeg, NWA, fuck the police. Mm -hmm. uh, daar werd eigenlijk al de statement gemaakt van: Guys, wake up. Snap je? Uh, ook de industry Don't believe the hype. Word wakker. Uh, weet je? En die conscious movement, die, die ging heel erg kleven aan mensen. Dus wij waren ook in die mindset. Yeah. Snap je? Ik bedoel, ja, je ja, kent ja. Paris ook nog. 20 seconds oh, to comply. Oh the devil make me do it. The devil Made me do it. Uh, weet je? Er waren allerlei dingen die, die uh, eigenlijk je consciousness aanborden om anders te gaan kijken naar dingen. En dat had je op een goede manier, maar ook op een manier dat je dat je toch best wel boos werd op de maatschappij waarin je, je leefde. En dat is vandaag de dag. Ja, je ziet het terug met Black Lives Matter en al die shit. Weet je, mensen... mensen uh... Maar Mimang, wat je uitlegt, daar wordt de vraag nog steeds groter van. En toch die tijd, je hebt mijn gebruik ja, in plaats van wat je hier omschrijft. Ja, maar... En je denkt misschien dat ik een grap maak, maar ik nee, vraag maar dat me was, echt dat af. Dat was een bewuste keuze ook, hè. Dat was een keuze... Um, uh, niet om af te splitsen zozeer, ja. maar het was een keuze, net als wat jij eerder beschrijft, weet je, van je hebt, die, je hebt Love line bijvoorbeeld, yeah. maar je, he, je history is, is dan wat meer reëler, weet je, als, ja. als, als, als alleen liefde. Ja. Weet je, je hebt veel meer meegemaakt, er zijn uh, natuurlijk heel veel verhalen die je hier kan vertellen, maar je kiest ervoor om liefde te kiezen. Ja, focus ah, is op liefde. Dat is Arnhem's en Christ. En daartussendoor kunnen we wat we nu doen, ook over van alles hebben. Arnhemse gewijs. Ja, ja, ja. Je hebt me gebruikt. Kant B wil je leven. En ik, uh, blijf, ik, 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 ik... Ik mis jou. Kant B, we maken geen grappen. Laten we <laughs> beginnen met je hebt me gebruikt. Want ik <laughs> weiger te stoppen daarover. Totdat ik goed begrijp van... Want jullie zijn jong. jullie ja, Ik zei al, jullie hebben meisjes om jullie heen. Mm -hmm. Er moet iets gebeurd zijn waardoor die pokko kan ontstaan. Dus... Welke situatie met de meid had jij, uh, jou of jullie geïnspireerd? Wat gebeurde er, gebeurde er dat je schreef van, you know what, je hebt me gebruikt? Want zo ontstaat een poko toch? Nee, er moet wat gebeurd kijk, zijn. Kijk, hoe wij in de studio werken is uh, een beetje net als wat men nu doet met Riders Camps. Yeah. Wij zaten eigenlijk 24-7 in de studio. Mm -hmm. En uh, daarin kwamen ook veel vrienden en mensen kwamen binnen. Met hun verhalen. Met hun verhalen en met hun stories. Dus terwijl we bezig zijn in de recording session, komen Tories voorbij, ja, we praten, jonkels ja, 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 ja. worden geklapt. <laughs> uh, en, en ja, dat is eigenlijk de oorsprong van dus alles. Dus je weigert toe te geven dat een meid je heeft gebruikt. Dat komt van anderen. Dat, 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 dat. Het is voorgekomen, ja. maar. Het had niet zo'n impact op nee, je dat nee, er een hele nee, poeken nee, uit is gekomen. Nee, nee, Ik en zou wel. er geen poeken over maken, soms <laughs> Nee, want, want nu ik ouder ben en heel lang geleden al dacht ik van, hé, hey, maar dat was tof en we waren ver voor hun tijd. Ja, in die tijd waar ik zeg, dus talk live of van alles, kozen jullie daarvoor. Ja. En hé, hey, hoeven uh, we, we geen validatie van anderen. Ik ga jou vandaag zeggen, je bent een legend in the game. En uh, 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 les en ook props voor je partners van Arnhem Gewijs. Absoluut. Uh, uh, want uh, uh, kijk al hoe we hier heel lang kunnen praten over je gebruik en de impact en hoe dat aankwam. Ik weet ja. dat nog. Mimang, ik was de gangster om te zingen Je hebt me gebruikt. Ik weigerde het zingen, maar ik ging wel neuren je. En dan om me heen kijken of iemand me ziet. Mimang. Maar het is ook een, een nice identification dat je gewoon ziet, weet je. Als je kijkt naar die clip, uh, die Crossies, ja, ja. alles was gewoon, weet je. Wij waren het, snap je wat ik bedoel? Dus ja. als, ook al had je meegezongen, het mocht gewoon, ja. weet je, op dat moment. En ik denk ook dat je dat, je, dat daardoor. Doordat je je een beetje kwetsbaar opstelt, ook naar het andere geslacht toe, dat je gewoon uh, ja, eigenlijk toch meer voor elkaar gaat krijgen. Ja, Snap ja, ja. je? Ook omdat je opent een topic die niet besproken is. Je opent iets dat, uh, ja, waar eigenlijk nooit iemand over nadenkt om, uh, om dat naar boven toe te brengen. Snap je wat ik bedoel? Vanuit een mannelijk pers perspectief. Uh -huh. Dus dat maakt, het, dat maakt het een goede breekijzer voor elk gesprek. Weet je? En... Oké. je hebt me gebruikt. En jullie waren jong. En mm -hmm. poppin. Poppin. Jij moet heel veel poesie hebben gehad <laughs> die tijd. Ik kan het niet anders brengen. Want ik ga dan in die mindstate van een jong boy. Oké. Okay. En, en, en ik, 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 het kan... Oké, okay. I got a story to tell. Genoeg denk ik, maar go. Er zijn genoeg. Weet um, je, ken je een Real Hard Event nog? Real Hard Event. Real Hard Event. Niet Even event, zo goed. Een 97... Uh, in de Kuip uh, was een urban uh, festival eigenlijk, waar ook Amerikaanse artiesten, uh, gemengd met Nederlandse ah, artiesten... Dat probeerden ze te doen? Of in, dat lukte ook? Het echt. lukte. Ja. Uh, Real Hot Event is twee keer gedaan. En um, Arnhemsgewijs was in de keer dat, uh, dat, uh, dat Biggie ook op moest treden, samen met uh, Junior Mafia, mm. wij, moesten wij ook optreden. En ze hadden onze, onze kleedkamers naast elkaar gezet. Ja. Dus Biggie was daar, Arnhems Gewijs was daar. Is um, nee, je gaat me vertellen dat die Little Kim heeft genikt? Nee. Oh. Nee, nee, nee. Ik ga verder. Ah. <laughs> Bijna. <laughs> ik luister, ik nee. luister. Het is de juicy. Ik luister. The juicy. <laughs> maar, basically, wat gebeurde is, is dat als wij, uh, vaak als we optraden, je gaf het zelf net al aan, weet je, dat veel meiden... Echt, uh, ja, we waren echt we waren die idol-status. Ja, ja, ja. Weet je, dat is. Uh, Beatles shit gewoon. Weet je, mm -hmm. dat je gewoon. Uh, je kleren worden van je lichaam afgescheurd. Als je. Mm -hmm. als je weet je wat de, uh, situaties dat dat gebeurde. Maar in dit geval, we gingen optreden, dus bij Real Hot. En uh, tijdens de show. Stopt Benji gewoon met op... Nee, hij stopt gewoon met alles. Dus we zijn een show aan het doen. Ja. En die man freest gewoon. Oké. Okay. Ja, in die kraut had de sma dus gewoon... Ja, de, de poenie laten zien aan hem. Oké okay dan. En die man die was gewoon... Hij was alles vergeten. Text, <laughs> alles was die man vergeten. Kijk, en wij keken naar hem zo van... Hey. Superstar live Sanis. Ja, dus op dat moment... Wat ik even wil aangeven om aan te haken op je vraag. Juist. Is. Uh, wanneer je zo'n status hebt, ja. is het heel makkelijk. Precies. Weet je, maar wat ik zelf persoonlijk niet cool vond, is om met fans weg te gaan. En ik ga je uitleggen waarom. Omdat ik vind van. En dat is mijn perspectief als artiest. Is als je, als je iemand die jou idoliseert. Koopt jouw cd's. Mm -hmm. Gaat naar jouw shows. Zegt tegen al haar mensen... check die video, check die video. Heeft posters van jou in haar kamer hangen. Ja. Op het moment dat jij... intiem wordt met die persoon... dan verlies je al die... Magie verdwijnt. De magie verdwijnt. Juist. Want wat je gaat krijgen is van... Is dat Lloyd de Meza? Of is dat Arnhemse Gewijs? Oh, die boy dat. Ja, ik heb hem gehad, man. Juist, klopt. Dus Klopt. daar hield ik rekening mee. Van, weet je, hoe, 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 hoe lekker ik een fan op dat moment ook vond. Ja. dacht ik: van nee, man, laten we die boundaries. Slim, toen al, zo jong en toch nog ja, dat, man, dat denken. Laten we die boundaries gewoon laten voor wat ze zijn. Maar dat zegt niet dat ik. Ja, je ontkomt er niet aan. Ja, je, <laughs> je, je voelt er niet je aan. bijna gedwongen. Nee, maar je ontkomt er niet aan. Overal waar ik naartoe ging. Wordt poesie je aangeboden? Ja, ik bedoel, mensen zien je. Mensen weten wie je bent. Ja, juist. Snap je? Dus aan de hand daarvan werd het ook op een gegeven moment een beetje een sportachtig ding. Weet je, van oké. Okay, uh, ik was nooit echt van in van, oh losse dingen, weet je? L losse meids. En, ja. Wel als ik, als ik vrijgezel was. Maar op het moment dat ik met iemand ben, was ik wel een soort van committed altijd. Omdat een soort ik, van toch? Een soort van. <laughs> ja, maar dat komt ook omdat ik gewoon vond van ja. Weet je, als je je, je, je je deur openlaat voor iedereen om naar binnen toe te komen. Ja, it's true. En je, hey, je spirit is een belangrijk ja, onderdeel een belangrij in dit Bro, verhaal. Hè? Daar we we, ik, was, ik was toen al daar. Echt waar? Ja, man. Oké, okay, dat is goed. Ja, Want misschien heeft dat je gesaved van een hele hoop frommel wat in je Libi nu zou kunnen zijn. Dat Begrijpen. sowieso. You gotta, you gotta guard your energy is eigenlijk het verhaal. You gotta guard your energy, maar ja... Hij did act a though. <laughs> maar daar kom je niet omheen, zeg jij uh, zeker. Want Weet je, je toe. bent 18, broer. Shit. Je bent 18, kom op zeg. Ik deed nog lauw dingen toen ik 29 was. Bro. Eergisteren nog, by the way. <laughs> je bent 18, je so Ik ben, en... ik, ben, ik ben, ja, weet je, het is niet iets stoers om over te praten. Nee, nee, nee. Het is gewoon, uh, het is what's up. Weet je, ik, uh, ik denk dat als ik nu mensen tegenkom dat ik niet eens meer. Jij toch dat ik niet eens meer ga he kunnen herkennen of wat dan ook, weet je? Oh, ik, ben, ik ben niet eens een superster geweest en ik heb dat nu al. Juist. Yes. Uh, er zit een met de staren ergens en ik denk, wat staan ze namens? Die? Ja, die heb je toch gebald in 19 oh, zoveel? Ik zeg, oh serieus? Die baby is niet van mij toch wel mee lopen. Maar dat idee. Maar, maar, uh, 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 een beetje. <laughs> Hij is yeah, altijd een goodie. Hé, hey, maar als je kijkt van toen de spotlight op je was als jong boy mm -hmm. en je kijkt naar nu... Oh, wat is het grootste verschil? Lloyd van toen? Lloyd van toen was een heet hoofd. Hij was een heet hoofd. Waarom was je heet hoofd? Ja, gewoon door dingen die ik had meegemaakt. En omdat er altijd een label mooi boy werd gezet op mij, weet je, een man of een sweet man. Ja, ja, ja. Hij, hij ziet er fijn uit, dus hij is makkelijk dus, om te testen. Totdat je test. Totdat je test. En dan, weet je, dus ik heb heel vaak mezelf moeten weren. Ook uh, tijdens Arnhem, gewijstijd? tijd. Ja, zeker. zeker. Want je zingt ook. Je zingt ook. Ze dus denken van, dat ook nog erbij, je zingt. Juist. Weet je, dus ik heb altijd wel uh, dat moeten hebben. En op een gegeven moment had ik daar gewoon... Uh... Wie heb je geklapt die we kennen? Nee, ik, heb, ik, heb, <laughs> ik, heb, ik ben niet in zulke situaties Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Want dat ik, weet je wel, kijk, ik, ik ben een, uh, wat dat betreft, ik ben een stier. Weet ja. je, ik ben geduldige man. Ik kijk dingen... Maar ik ben niet iemand om te testen. Ja. Snap je? Dus op het moment dat. dat, dat, dat bij mij is het gewoon als de red flag is, dan is het de red flag, Dan gaan we. Stier. Snap je? Ja. ja, stier. Weet je, maar als ik niet hoef te gaan, ja. dan ga ik alles proberen om het. Weet je, laten we het gemoedelijk houden. Juist. Snap je? Want ik, ben, beter een, is. ik ben een stier, maar ik ben ook een ingi. Ja. En ik vergeet niks. Hé. Hey. Snap je? Dus dat en niet het... op een grudge manier, nee, nee, nee. maar gewoon van... Mijn man. Ik vergeet niet. Stoort, stoort right here. Ja, ja, ja. Dus daarom... toe nee, nee, We kunnen niet lachen met mij zomaar nep en dat soort nee, dingen. Nee man, nee man. We, ga, also, we zijn echt to the core. En wanneer we gaan, dan gaan we met onze hart. En yeah. dat is het. Weet je, mm -hmm. dus dat, dat maakt het ook een beetje gevaarlijk soms, weet je. Want mensen willen daar misbruik van maken, snap je. Omdat ze weten... Je, ja. gaat, je gaat vol erin, weet je. Ja, ja, ja. En ik heb in situaties gezeten dat ik mezelf heb moeten weren, vaak daarin. En uh, de reden waarom ik een heet hoofd ben, is omdat ik ook die liby heb meegemaakt op mijn manier dan. En uh, dingen heb gezien die je als kind misschien niet had moeten zien uh, tijdens het opgroeien. Maar ik pikte gewoon niet veel. Ik dulde niet veel. En nu duld ik meer. Nu ben ik geduldiger. Ja. Nu heb ik een langere adem. Mm -hmm. Nu ga ik nadenken over dingen. Nu. Uh, nu plan ik dingen. Vroeger plande ik niet. Vroeger ging ik gewoon en ik deed het. Nu plan ik. je impulsiever ook? Ik was veel impulsiever, ja, maar nu, dat is nu een beetje weg. Ik heb nog, zo, ik heb nog steeds wel die urges om uh, impulsief te zijn. Vooral als het iets is dat ik bijvoorbeeld uh, leuk vind om te doen. Maar ik, het is niet meer zoals vroeger dat ik gewoon, oh ja, let's get it, boom. Weet je, en uh, ja en impulsief ook met uh, vrouwen. een vrouw die je leuk vindt om te doen? ja, maar ik raakte raakte raak ik wel verliefd of zo. Maar ja ja man. Maar... word je snel verliefd? ik werd snel. Oh, verliefd. werd je vroeger snel verliefd of word je, werd... je nog steeds? nee snel nee verliefd? nee, ik werd vroeger snel verliefd. ja nee. snel verliefd. ja. en dus zie je, je hebt me gebruikt. dus het is <laughs> toch een beetje inspirerend. je mag blijven ontkennen <laughs> <laughs> dat je geïnspireerd wordt door verhalen van anderen. is niet erg je wakker. we zijn nee, ook nee, gevoelige nee. mensen. zie ja, dat is zijn... die Inge. Hè? Maar man, tof. Outside. Maar binnen... Guess what? We zijn ook mensen. Ja, ik, word, ik, word snel, ik word wel snel verliefd, ja. ja? Vroeger. Want bij mij was het meer... En is dat iets goeds of is dat iets slechts? Nou, het was wel iets slechts. Want je kan heel snel verliefd worden op de verkeerde persoon. Boom. Snap je? En bij mij was het meer van... Uh, uh, behalve het feit dat je natuurlijk... Attracted bent aan iemands uiterlijk. Ja, als je die skin ziet, dat je gaat vallen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Is het ook dat je, dat je dat je kijkt naar bepaalde. Ik, 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 ik hou van een bepaald soort uh, vibe van iemand. Ja. Dus die energie die die persoon draagt, dat ja. is voor mij ook belangrijk, weet je, en daar, kan ik, daar kon ik toen de tijd snel op vallen, weet je, en, in mijn jeugd. En, en jij komt dan ook met al je uh, 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 superster sterke en meids zijn ons aan next level sneaky. Want, want een meid kan zich ook presenteren. Ik, 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 ik baseer dit op verhalen die ik heb gehoord van andere artiesten. Mm -hmm. Waarbij zij gaat jou gewoon verlief maken. Want zij creëert die vibe. Ja. Zij zet die vibe neer. Ja, zij maar... kookt ook voor. Jij denkt, deze smak kan koken. Ze is intelligent. Ze geeft alles om jou te pakken. Want jouw aantrekkingskracht is die superster shit ja maar dus dat zij, zij komt met haar uh, uh, ik, ammunitie ik, om jou te pakken dat heb ik wel meegemaakt zo op die manier maar ik moet erbij zeggen dat ik altijd een persoon ben geweest vanuit huis ja. je, mijn grootmoeder heeft me opgevoed mm -hmm. en zij zei me altijd nooit eet niet gewoon zomaar bij mensen nee. kook zelf weet ja, je is het beste Oké, okay, mooi. Zie je. Dus ik ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben daarin een beetje gegaan. Dus het eten van mensen doe ik sowieso niet snel van mezelf. Maakt niet uit wie je bent en hoe verliefd ik ook ben. Ja. Ik, eh, ik, ik, ben ik, ik ga eerder voor je koken. Ik ben diegene die voor je kookt. Hé, hey, kom, wat ga, je, wat ga je doen? Kom, kool, mm. En dan. ja, nice. Zo. <laughs> <laughs> dan, maken hey, een, dan maken we een avondje ervan. <laughs> Hey, Oké, okay, dan een groep, toch? Want ik zeg altijd, uh, een groep begint leuk. Ja. Begint leuk, standaard. We zijn mensen. Mm -hmm. Afhankelijk van hoeveel money binnenkomt, of niet juist, of hoeveel fame er komt, dan leer je elkaar echt kennen. Mm -hmm. Dus al bos op een gegeven moment. Er gaat ook een favorite zijn, waarvan mensen zeggen, uh, niet alleen fans, hij is die man. Maar ook mensen uit de industrie, hij is die man. Die gaan we voorttrekken. Uh, uh, en we hebben het over liefde. En dit, er moet liefde zijn ook in Arnhemsgewijs geweest voor elkaar. Mm -hmm. Want jullie doen het samen, jullie zijn succesvol. Want jullie hadden ook gewoon in jullie kamer kunnen blijven zingen. Ja, klopt. En op de, bleef het op de harddisk. Mm -hmm. Nee, maar het is ergens gaan, werd gewaardeerd en dat soort dingen. Uh, hoe ging je daarmee om? Wat heb je daarvan gemerkt? Kijk, er zijn, er zijn twee manieren om er naar te kijken. En voor mij was het inderdaad... Uh, de basisfundering moet liefde zijn. Want je moet liefde hebben... Uh, als eerste voor de muziek. Ja. Weet je? En daarna komt het feit van: oké, okay, we hebben een collectief samen. Dus binnenin moet ook het respect en de liefde zijn naar elkaar toe. Ja. Dat vormt voor mij de fundering van alles. Ja. Um, ik heb echter wel meegemaakt dat op het moment dat, dat we eigenlijk op het hoogste niveau gingen functioneren, dat je. Dat je uh, dat er blurred lines begonnen te komen. Mm -hmm. En die blurred lines kwamen meer uit het feit van. We kregen immens veel aandacht. Je moet begrijpen dat je gaat van, van, van een zolderkamer. Yeah. Gingen we ineens naar tourbussen, tourmanagement. Uh, we, we hoeven niks meer te doen, alles werd gedaan. Yeah. Overal waar we kwamen was, uh, weet je. Catered. Het, you get catered, catered to. 100% catered, weet je. Mm -hmm. uh, en uh, op het moment dat wij op de onze rider hebben staan. Er moet een blok Assisi zijn, dan moet dit moeten zijn. Een rider is dus waar je aan kan geven... wat jij als artiest verwacht wanneer je in je kleedkamer komt. Ja. En ja. een van jullie dingen was dus Assisi. Assisi, uh, Hennessy, Batras. Op dat moment... Uh, ging ik ernaar kijken op de manier van, weet je, kijk, ik, ik ben altijd iemand geweest die een passie heeft gehad, zelfs als kind, mm -hmm. voor van, van muziek. Ja. Niet. Niet dat, al die beide dingen. Nee, niet, kijk, muziek voor mij is als een... Als een, als een uh, ik zie het als een blauwdruk. Ja. Snap je? Ik heb, ik heb iets autistisch in mijn hoofd zitten mm -hmm. van bouwen. En voor mij was muziek een manier om te bouwen. Weet je, je zet je vocals erop, je zet... Een beat is ook, een, is ook gebouwd. Ja. Je, je zet een drum, een snare, een, een, een gitaar, een, een synthesizer en je bouwt een track. Dus voor mij was het een bouwsteen. En zo heb ik, is mijn interpretatie van de muziek ook geweest. Van, okay, wij, wij zitten in een positie dat we mogen bouwen. En op het moment dat je bouwt, dan, uh, dan bouw je niet alleen aan, aan, aan muziek, maar je bouwt ook aan een carrière, je bouwt aan een legacy. Ja. En wat ik toen al in, inzag een klein beetje, was gewoon van dat niks van die dingen gerelateerd waren aan het bouwen van een legacy. Ik, ik, zag, het zag, eerder, je toen al? ik zag het eerder als afbouwen van een legacy. Waarom? Mm -hmm. Omdat, uh, omdat ego-gevoerde dingen in de weg gingen zitten met waar het eigenlijk om moest gaan. En dat is die muziek, die moest altijd op eerste plek staan. Die liefde voor die pokken moest altijd op de eerste plek staan. En geen Meids, geen assie, geen Fame. Fame, uh, Jonko. Ik, ik, ik werd niet getriggerd door die hype. Mijn trigger is altijd muziek geweest. Maar wat ik bijzonder vind, dan op zo'n jonge leeftijd... dat je daar dus niet in trapte. Dat betekent dat je best wel ver was toen. 18, 19, 20, 21, Ja, maar whatever. dat maakte me ook een lastpost, broer. Ja, toch? Dat Want je gaat me een niet lastpost. mee. Je gaat niet mee. Uh, je gaat erin tegen. Uh, Vooral platenmaatschappijen willen zien dat je meegaat. Platenmaatschappijen willen juist dat je dat doet. Juist die Met het idee dat je afhankelijk blijft van hen. Ook. En uh, ik, het voelde gewoon niet goed voor mij. Weet ja. je? Dat is ook een van de redenen waarom ik uh, in 1999, 2000 ongeveer, dat ik uit die groep ben gestapt. Omdat het ging niet meer om muziek voor mij. Yeah. Het ging niet meer om de, de basis, het ging niet meer om de kern ervan. En waar, waar we heen gingen, uh, het voelde gewoon niet meer als, als dat, weet je? Dus uh, daar zijn heel veel strubbelingen over geweest. En op dat moment, ja, stap je uit een, uh, uit een uh, grote labelpositie, die toch wel heel veel heeft geïnvesteerd in jou als artiest. Yeah. En dan, ja, dan krijg je die, uh, dan begint uh, uh, eigenlijk uh, het... Uh, de abandonment, dan begint de verbanning eigenlijk. Heb het je het idee dat destijds de industrie jullie had geblackballed? Of is het jij of jullie? Ik denk dat iedereen wordt geblackballed die in de weg zit met geld. Juist. Dat maar is het is gewoon, een business. Het is een business. Het is niet eens persoonlijk, hè? Nee. Het is, is gewoon je focus business op volgens hun. Ja, juist, juist. Kunnen we niet gebruiken. Juist. Ik denk dat dat het eerder is. En ik denk dat je als, als niet alleen als artiest. Kijk, het is goed dat je dat zegt. Het is een business. Het heet show business en ah, niet ja. voor niks. Dus dat betekent ook dat je als persoon business savvy moet zijn. En ik vond dat wij als 18-jarige jongens daarin schorten. Omdat ik vond van. Logisch ook, ja. Bro, laten ja. we die contracten checken. Laten we checken wat we er nog meer uit kunnen halen. Uh -huh. Weet je, die 15 die, 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 uh, barkey signing deal. What the fuck, weet je. Ik, ja. bedoel, ik zie, ik, 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 ik hoor van mijn mensen in de States dat. De verhoudingen anders zijn. Mm -hmm. En dat klopt ook, omdat het zit in een, in een ander segment. Ja, ja, ja. Maar hey, kom Ander on. segment, kleine land en al dat Je soort weet dingen. Toch, en dus, die tijd, daarom zeg ik, jullie waren vroeg. We waren vroeg. En ik was al heel erg veel bezig daarmee. Maar dat maakte me wel een paria. Het maakte me wel een persoon ja. die lastig is. En nog steeds draag ik dat mee. In de industrie word ik gezien als lastig. Als een lastige man. Oké, okay, en mee, dan real? En real want mijn vraag was dus... De liefde in de groep. Mm -hmm. Keek jouw groep ook zo naar jou toen, destijds? Van hey, hey amai, las, hey, yo, what's up? Kom op, man. Ik denk, Kom de ik denk, ik denk, ik denk, destijds wel. Destijds wel, hè? Destijds wel. Ja. Weet je? Want fuck, wat gebeurt buiten met externe mensen? Het gaat vooral om die groep. Ik denk dat in de kern uh, we dat wel hadden. Ja. Maar dat komt ook, wat ik al zeg, als je 8, 18, 19, 20 bent en je, je krijgt ineens al die succes voor je kiezen. En je weet er niet mee om te gaan. Ja. Je, weet, je, weet, je weet dat business-wise dat het anders moet zijn. Mm -hmm. Maar je, je gaat maar mee en je doet het maar. Kijk, er is een, binnen in de muziekindustrie is er ook een gezegde. Weet je, of een gezegde. Uh, er wordt altijd gezegd: elke artiest die binnenkomt in de industrie. Ja. die gaat een vorm van nakken mee moeten maken. Weet je, die gaat genakt gaat gepimpt worden. Die gaat gepimpt worden. Je gaat gebeuren. Dus de, uh, 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 dat stukje. Uh, en de hoedanigheid waarin je juist, wordt gepimpt. Dat, dat, dat ligt bij jou. Dat ligt bij jou. En bij mij van mijn gevoel vond ik dat we op dat moment. Uh, Heb je werden gepimpt? Nee, dat we, onszelf, dat we onszelf niet goed genoeg hadden. hadden Geëducaed ge en voorbereid had op wat aan het komen was. Ja, ja, ja. Weet je, En op hoe een label met ons verder zou omgaan. Want je moet het ook zo zien. Je bent een soort van cash cow op dat moment. Yeah. Maar je moet jezelf kunnen bewaren. om, om ook na het uitmelken van een situatie. ook door te gaan en yeah. verder te gaan. Yeah. En hoe gaan, ze, hoe gaan we in die situatie verder? Yeah. Dus er, er, er was heel veel. Um, er was heel veel dat gezegd moest worden. en gedaan moest worden in mijn ogen. En ik heb op dat moment heb ik. Uh, I Jump ship. En uh, dat, was, dat was. voor mij was dat. Genoeg validation om dat te doen. Uh, maar vanuit de industrie en vanuit mijn peers was het natuurlijk niet, uh, niet cool. Maar check, want dit is waardevol voor. Er zijn heel veel mensen die passie hebben. Of dat nou muziek is. En je begint met uh, het doen uit liefde. Ja, man. alles begint uit liefde. Maar wanneer het begint te draaien, komen alle andere elementen bij kijken. Dus dit is waardevol voor iemand die kijkt, die denkt van... ...hé, hey, ja, je bent kunstenaar, want dat is wat je bent. Je bent artiest, je bent bezig met jouw kunst. Maar er gaan dingen gebeuren uh, waar je niet omheen kan. Ja, maar kijk, het is ook zo, hè. Wij, wij ik, ik ben een creatieveling. Vanaf birth ben ik een creatieveling. Daar kan ik niks aan doen, ik ben altijd een creatieveling geweest. Ehm... Uh, dat betekent dat mijn mindset anders is. Ik kan niet linear denken. Mm -hmm. Mijn mindset is panorama yes. view. Snap je wat ik bedoel? Ik denk altijd verder. Ik denk altijd aan een hustle. Ik denk altijd aan een grind. Ik denk altijd aan: hé, hey, um, what's going to be the next move? Mm -hmm. Snap je wat uh, ik bedoel? Hoe kan ik van niets iets maken? Dat yeah. is, is, zit in mij. Dat zit in mij. Ik ben dit. Ik yeah, uh, yeah. doe me niet anders voor dan dat ik ben. En in de muziek is dat ook zo. So. Maar wat ik zie is dat veel mensen niet van dat hout zijn gesneden. Yes. Maar toch daar willen zijn. Yes. En waarom? Om de cijfers, om de status. Ja. Kijk naar mij. Dat is net als, net als uh, uh, niet iedereen gaat een bakker kunnen zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Het is niet voor iedereen weggelegd. Ja. Het is een, een mooi ding. Veel mensen houden van muziek, maar soms houdt muziek niet van hen. Met andere woorden, ja. soms is het niet weggelegd voor jou. Ja. Maar dan ga je nu ga je forceren ja. om toch dat te doen. En dat zie je. Dus het, heeft niet, het, 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 het begint bij liefde. Het begint met liefde, inderdaad. Het in begint met liefde. En dat is wat ik eigenlijk zeg. Maar dan komen dingen op je af. Want talent is één ding. Ja, maar, zoals like we said is de muziek business. Juist. Dus het hoort erbij. En je kan eigenlijk niet eens boos worden. Nee. Want jij zei hoe dan ook je gaat gepimpt worden ergens. Mm -hmm. Maar dat moet je meekalculeren. En hoe ga ik zorgen dat als ik uit dat gepimp gedeelte kom, nog steeds ga profiteren van en dit gedeelte. Steeds... Want je moet ook terugpimpen. En nog steeds relevant gaan blijven. Toch? Kijk, is een opdracht hoor. En, en dan moet je voorstellen, all I want to do is make music. Ja, moet ik al deze dingen meenemen? Ja, dat is hoe het is. Maar ik denk dat het voor ons ook handig is om onze eigen mensen te educeren. Ja, om, 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 dat uh, is wat we nu ook een beetje doen, hè? Ja, man. Er moeten meer, uh, moet meer platformen komen waarop je uh, bijvoorbeeld uh, seminars krijgt. Waar, weet je, ik, heb, ik was er al mee bezig. Dat je gewoon seminars krijgt over deze dingen. Weet je, dat je gewoon weet van, oké, okay, als je in de industrie stapt, wat het te verwachten is. Mm -hmm. um, hoe ziet je traject daarna eruit? Want, hé, hey, bro, het is gewoon een feit. Wij krijgen geen pensioen. Heb je daar Doch. ooit over nagedacht? We ja, ja, ja. zijn niet verzekerd. Juist. Is dus, maar het is een keuze die je maakt, maar je moet bewust ervan zijn. Bro, listen. Laat het je niet verrast Wanneer jij twintig jaar in ergens werkt, yeah. dan krijg je pensioen. Yes. Wanneer jij twintig jaar muzikant bent, krijg je geen pensioen. Dat is Ja. Yeah. Dus dat zijn ook dingen die je mee moet nemen. Klopt. Snap je? Voor jezelf. Van mm -hmm. oké, okay, als die pensioen er niet is. Mm -hmm. Laat me wat opzij zetten voor, die, voor, voor het geval dat ja. ik in zo'n positie kom. Ja. Dat ik niet meer muziek ga kunnen maken. Mm -hmm. Want het is net als voetballerij. Kijk, een artiest um, kan net zo lang lasten. als dat hij zelf wil, natuurlijk. Ja. Uh, en het is anders in elk segment. Alleen, wat is je doelstelling? Snap je? Want kijk, ik, ik, je moet kijken naar, naar de tijdlijn. Weet je, eerst is het is het die artiest die is popping, die komt. Oké, okay, dope, iedereen is hype. Volgend jaar is het de next. Precies. Dat jaar daarop is het de next. Dat jaar daarop is het de next. En terwijl jij als consument van elke geniet, moet je even denken, hey, wat is met die keel gebeurd? Juist. Snap je? Wat is met die keel gebeurd? En dat, want dit is eigenlijk, dus je gaat be strong mentally ook om daar allemaal mee om te gaan, om te voorkomen dat we jou ergens op de hoek zien helemaal gebroken. Ja, gebroken. Kijk, nee, want die situaties zijn er ook. Die situaties zijn er, zeer dat zeker. Dat mensen iets hebben gehad, het zeer is er niet mee. Zeker. En omdat ze niet mentaal, la, laat maar ze niet mentaal sterk noemen, omdat het niet de juiste begeleiding is. Mm -hmm. Of gewoon uh, sterk in het leven staat. Dat je gewoon goed kan kanaliseren van, hey, is so al goed Weet je, het was mooi. Dat je dan denkt dat je maar noem maar, noem maar terug wil naar wat het was. Ja, ja dat is een valkuil hè. Juist, dat is dus live. Het is een fuck maar dat heeft ook te maken met... Want, jij, jij omschreef mooi, die tijd hadden jullie een reader, konden jullie zeggen van... Wanneer ik kom, wil ik zo, zoveel assistie zien en dit en dat wil ik drinken en ik wil gele M&M's en shit. Ja. Maar je maakt dus ook mee waar je ziet van, hé, hey, ik kan die eisen niet meer stellen. Nee, precies. <laughs> ja toch? Ja. ja. Maar dat is ook gebeurd toch, dat je, ja, dat je ziet van, hé, hey, nee, dat is een cola assistie. Kom en nikker. Ja man. En geen to do's doen, 12.50. ja. Vijf barkies werd het. <laughs> je krijgt applaus. Daarmee moet je doen. <laughs> <laughs> maar dat is reëel. shit. Ja, man. Ja, dus man. voor iedereen die nu poppin is. Ja, man. Besef dat je op zijn meestje zelf. Uh, want het leven gaat je geven wat het leven je gaat geven. Is dat niet, door? Maar het leven circuleert ook. Het circuleert. Het is een wave. Be ready, gewoon. Weet be, je? You gotta be ready for be ready. everything that comes. Mm. Kijk, en, 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 en wat ik dope vind in mijn situatie. Is, is dat ik, ik heb de status, de pieken, de dalen. Het leven yes. heb ik altijd al gekend. Mm -hmm. Voordat ik popping was met mijn muziek, yes. heb yes. ik al pieken en dalen en de grind al gekend. Yeah. Dus de grind never changes, bro. De grind is always the same. En de enige reden waarom ik muziek nu vandaag nog maak, mm -hmm. en waarom ik mijn eigen studio heb en waarom ik het doe, is because I'm that's me. Maar dat is ook die liefde. Die liefde weegt. We zwaarder weer terug. Dan, juist, je bent weer terug. Bij het, en dat is <laughs> lekker. Want check voor de duidelijkheid. Ik zei al, ik persoonlijk sta zo. Ik heb geen validatie nodig van die andere mensen. Nee, man. Laat me ding uitleggen als je het niet weet. Almanja, nou een legend. Dat hoor je al wat we net omschrijven. Als je ziet van wacht, we gaan dus 25 jaar terug. We kwamen met vernieuwende shit. Uh, uh, wat er nog niet was. Uh, de status die ze toen hadden, en 25 jaar later. En die dude is nog steeds bezig met muziek. Doe je niet zomaar. Dus alleen daarvoor respect. En die flowers ga je hier krijgen in Gillies Love Line vandaag. Van een real nigga ook nog. Want mine taxa taxa nee, nee, nee. ik weet waarnaar ik kijk. Ja, ik weet wie ik voor me heb. Real, real recognize real. En toen ik, uh, uh, wat was het? Uh, 15, 16 jaar was en op mijn tenen ging schuren met de meid en op je aan het harden was, was er al die tijd greatness. Dus die meid mocht geofferd worden. Voor jou. <laughs> <laughs> Dat is een beautiful thing. Ja, man. 25 jaar in die game en check. We hebben het uitgebreid gehad over uh, je hebt me gebruikt. Ja. Je hebt ook wow. aangegeven wat voor gevoel daarbij was, wat, daar voorbij, uh, 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 wat voor. Uh, hoe die periode aanvoelde voor jou. Ik wil dat ook doen met een paar andere nummers van jullie en van jou. Ja. Okay. Dan moet je. Ik noem een nummer op en dan zeg jij waarom dat nummer. En dit keer eerlijk. Ja ja. Lukt als een wies zoals die meid je hart heeft gebroken, laat het gewoon eerlijk zeggen. <laughs> ja. Oké. Okay. Is goed. Nee, Zo'n nummer als. Ik mis jou. Ja, ik mis jou. Hoe komt die tot stand? Van waar kwam dat vanuit gevoel graag? Uh... Destijds was ik in een relatie en ik, ik ben naar Arnhem toegegaan eigenlijk om het album daar op te nemen. En mijn vrouwtje destijds, die woonde in Amsterdam. Dus we waren heel ver van elkaar. Ah. Weet je, dus daar is ook een element vandaan gekomen. Ja, ja, ja. Ja, maar... ja. Want je voelt het, hè? Je voelt je voelt soms het, soms het, Ja, maar je voelt het zeker. En ik was, ik was in Arnhem echt gewoon puur, omdat ik daar gewoon mijn opnames had, weet je. En. Uh, en je mist haar. Ja. Want die trek heeft ook veel gedaan voor mensen die tijd. Nog, nogmaals, ook voor mannen die die do, do, uh, durfden toe te geven. Die dachten ook van, damn ja, ik mis haar. Er zijn veel chings gemaakt op die pokoe. <laughs> <Hey>, mooi toch? <laughs> en die zijn nu, wat is het, 25 jaar? Ja man, die zijn nu artiesten. Doop, doop. Oh, dat man. krijg je wel te horen van hey, ja, man. Lloyd. Dus je krijgt ook een beetje erkenning van die ja, artiesten. Man, die ja, zeggen, hey, man, Lloyd. Ja, laat man. me één ding zeggen, man. Ja, man. Die pokoe. Die De, tijd? Deze nieuwe lichting, ik heb alleen maar love voor die artiesten die er nu zijn en die hun ding doen. Maar. En ze, geven, ze zeggen het ook gewoon. Okay. Mijn moeder die draait jouw muziek. Oké, okay, Dus dat zijn gewoon dikke. dikke... En, en hij weet niet, misschien is dat je zoon. Ja, maar. <lacht> 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 we maken la, la... Of niet? Oké, okay, check. Of die van jou. Hé, <laughs> hey, we praat niet over mij, wie ben ik? Hey. jij bent die superster hier die boy wordt gewoon met een barba geboren hey. identiek en een swag <laughs> en tak takki maar check ik mis jou dus jammer je hebt me gebruikt ik mis jou en dan komt de andere periode waarbij je de solo gaat mm -hmm. en een dikke hit scoort samen met die uh, met Def Rhymes. Ja, ook een Old School dude. Uh, In de game. Ook een legend in de game eigenlijk. Hè. Die ja, ook man. props verdient van al die Nederlandse artiesten die nu bezig zijn. Maar goed, Amanoja. Dan moet je langskomen. Ga je ook je flowers krijgen. Schudden. Ja man. Ik neem aan dat was weer een hele andere level. En schudden broer. Vertel over schudden. Het is gewoon een explosie. is dat man. Huh? Die nog steeds gevoeld wordt. Schudden is een, is een bom die gedropt is, die nog steeds gaande is. Toch? Ja. <laughs> Toen we Schudden maakten, hebben we eigenlijk niet nagedacht over wat voor impact het zou hebben. Yeah. We hebben letterlijk Schudden in een half uurtje opgenomen. Yeah. Weet je, het studio ingegaan, opgenomen. Voor mij was het niet serieus. En, uh, de volgende... Ja, want het was heel iets anders dan wat je gewend was te doen? Nee, dat niet zozeer. Maar het was gewoon... ja, dat, het, Toch? Was, het was iets Toch, heel hoor. anders. Maar de sound, het was, andere sound, andere... Het was meer. Thema? Ja, maar het was meer. Nou, hij heeft me qua thema, heeft hij me gewoon mijn gang laten gaan. Okay. Maar uh, het was gewoon de manier waarop. Weet je? Hé, hey, vakka, kom naar de studio. Wat bedoel je? Ja, ja. Even tussendoor. Ja, ja, kom naar de studio. Ik heb iets, ik heb iets. Kom, kom, kom. Ga dik worden. Mm -hmm. Naar de studio toe gaan. hoor die poekel. <laughs> ik zeg, hé, hey, what the fuck is dit man? Ben je serieus? <laughs> ja, ja, ja. Weet je? Hij zegt nee, ik doe gewoon, doe gewoon, doe gewoon. Ah. En ik, ik verzinde die lijn, weet je, tot de grond, zo je komt. ik zong hem in en dat was het. Ja, dat was gewoon niet zo. Uh, en, dus, en hij kwam aan. En hij was aan En die, die periode omschrijf je voor mij. Die periode, ja, was het, ver... was, het was, het was, kijk, dev, volgens dev, mij, dev, volgens mij kwam er ook een hele andere geographic mee met die pokoe. Ja, sowieso. Want huh? kijk, Def is. Een bom energie. Juist. Ja, ik, 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 het is bijna niet te omschrijven hoeveel energie die man heeft en hoe ver die man kan gaan in zijn, in zijn act. Ja. Snap je? Die man is een ras entertainer. Constant. Hij ja. stopt niet. Hij heeft geen aan- en uitknop. Hij is gewoon aan <laughs> klaar. Juist. En uh, we hebben toen, uh, toen die poko net uitkwam, hadden we het idee van, weet je wat we gaan doen? We gaan carnaval, uh, Rotterdam Carnaval. Juist. Zomercarnaval. Gaan we een uh, truck nemen. Mm -hmm. weet je, en dan gaan we op die truck gaan we die videoclip schieten. Mm -hmm. Dus ik, ik dacht van oké, okay, we doen die pokoe één keer. Eén, uh, twee keer, we nemen die clip op en klaar. Yeah. Maar eindstand hebben we gewoon... Ik denk zeker zes, zeven uur op die, op die kar gestaan. Mm -hmm. En die pokoe constant gedaan. Yeah. En overal waar we kwamen was de crowd super lid. Yeah. En, en check, jij bent dan al uh, gewend, daar hebben we net uitgebreid over gehad, van de reactie van meids op jou toen en hoe je daarin meeging. Mm -hmm. Maar deze tijd, met de tekst schudden met je kont van links en rechts, ja. waarbij je al een voorbeeld gaf waar ze bij Arnhemsgewijs gewijs al hun poentje gingen laten zien in ja, de crowd. Ja, ja. Wat gebeurde hier met deze pokoe in deze tijd? Uh, ik wil het niet eens weten, hè? Hetzelfde keer drie. Het was lauw. Het ja, was, was heel <laughs> lauw. Helemaal met Def. Ja, ja. ja weet je, Dat was gewoon. Uh, ja, man. Want die tijd sensatie. was ik in Suriname en ik weet nog, ik hoorde die pokoe en ik zag die effect, wat, wat het had op die Surinamers. Mm -hmm. En dan denk ik, zoals ik terug ga naar Nederland. Is klaar. Volgens mij is het on en pap in daar en het klopt. Elke club draaiden ze die pokoe. Ja, man. Het, het was mad. Ja, toch? Madhouse. Tell me. Ja, wat, wat betaamt de madhouse. Het is hetzelfde als wat ik je net zei. Je mm -hmm. gaat mede in, je uh, try to keep up. Het is moeilijk. Hoeveel relaties van jou zijn gebost door je carrière? Veel. Veel, hè? Ja. Dus het is moeilijk om een relatie in uh, ja. gezond te houden als ja. je dit allemaal, als je hierin zit, in deze... Juist, in, ik noem het altijd in de storm. Ja. Weet je? Juist. Ik, ik, ik leef in de chaos, zeg ik altijd. Weet je spijt van heel veel dingen als je terugkijkt. Als het erop neerkomt van... Nee, het enige waar ik echt spijt van heb is dat ik... Uh, dat, ik dat ik... Voor mezelf vind ik gewoon dat ik te veel heb... Uh, nou ja, het is niet te veel, maar ik vind wel dat ik veel heb ingeleverd aan de muziek. Mm -hmm. En uh, dat ik die tijd misschien meer ook aan mijn jeans had kunnen geven, weet je? Ja. Want... Uh, weet je, het ene moet ingeruild worden voor het andere. Dat je ja. wat ik bedoel? Ja. En uh, de studiodagen, de, de optredens, optredens uh, naar het buitenland toe gaan. Weet je? En uh, niet volledig daar voor ze kunnen zijn. Dat heeft wel heel, heeft gewoon heel veel aan me gevreten. Dat wel. Zeker. Tot, Tot de nu. dag van vandaag. Tot nu. Ja. ja, weet je, die tijd haal je niet meer in ook, hè? Ik zeg ook altijd, je kan, ik kan nu 1 miljard op de bank krijgen, ja. maar het brengt die tijd niet meer terug. Nee, nee. Nee, weet je? nee shit. Want hoeveel kinderen heb je nu? Uh, ik heb uh, God Willing heb ik uh, pas geleden mijn zesde. zesde Gefeliciteerd. Tien jaar Gefeliciteerd. Ja, ja, zesde kind. Zesde kind. Hé, hey, maar je loopt naar je. <laughs> ze zes kinderen. Zes kinderen. Oké, okay, is a beautiful thing. Eerste boy. Eerste boy ook nog. Ja, hey, man. Ja, man. ja, man. Gefeliciteerd. Thanks, Gefeliciteerd. Man. Hoe voel je? Ik voel me great, man. Ja? Ja man. <laughs> Weet je uh, het doet wel wat met je. Mm -hmm. je, je. Wat ik al net al zei tegen je in het begin voordat we gingen interviewen. Je, je hebt niet veel keuze meer. Het ja. enige ding is gaan. <laughs> Weet je? Ja. Gaan voor je kids, gaan voor je gezin, ja. gaan voor je muziek. Gaan. Dat is het. Weet je, dus uh, ik ben qua mijn mental spirit, ben ik nu in een uh, betere zone. Mm -hmm. zone. Weet je, ik voel me, voel me goed. Uh, we zijn goed bezig. Kleine Lloyd Doro. Kleine Lloyd Doro. Dus is dus, dus ook een andere dimensie weer van je leven. Ja, man. ja maar, maar ook een andere vibe. Dus vijf meids. Vijf meisjes. Vijf meisjes. Mm -hmm. En één jongen nu. Ja. Zo, die gaat verwend worden. Ja, maar. <laughs> nu al. Ja, nu al. Ja. Nee, mooi, 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 ja, mooi. Een pokoe, die ook heel populair was in Suriname. Ik ben vaak in Suriname, dus uh, vandaar. Uh, Elke stap. Ja, man. Elke stap. En herken je dat wat ik zeg? Dat Suriname heel erg die pokoe omarmt. Weet jij dat? Ja, ik weet dat, ik weet dat die... Uh, dat die bij de overlijdensberichten van... Uh, bij Apinti. Mm -hmm. Radio Apinti. Uh, standaard wordt gedraaid. Tot de dag van bij vandaag. Bijvoorbeeld, voorbeeld. Dat, dat ja. alleen al als voorbeeld inderdaad. Ja. En dat het, uh, dat het ook een... Uh, ja, het is een... Uh, is top 10. Van waar komt die pokoe vanuit jou? Uh, mijn neefje, die is in een uh, verkeersongeval op zijn scooter. Is hier om het leven gekomen. Mm -hmm. En uh, als actie, eigenlijk, hebben wij, een, uh, hebben wij dat nummer opgenomen. Hebben wij ja. dat nummer gemaakt. Weet je, om uh, Veilig Verkeer Nederland. Uh, uh, ja, eigenlijk om een actie op te zetten. Samen met Veilig Verkeer Nederland. Ja. Dus zo is die pokoe. Tot stand, tot stand gekomen. Stand gekomen. Ja, maar. Ja. En um, ja, niet wetende dat het natuurlijk uh, letterlijk vleugels gaat krijgen. En dat, dat veel meer mensen ook dat gevoel. Uh, ja. Want die pokoe uh, betekent veel voor mensen. Ja, maar, maar ook veel voor mij. Juist, ja, toch? Weet je? Ja. Het, het is gewoon true. Het is gewoon wat het is. Zo bedoel ik. Uh -huh. um, uh, ik heb uh, kort daarna heb ik ook. Uh, uh, ja, uh, ik zeg mijn broer, maar het is het broertje van mijn moeder. Maar ja. hij is de jongste van allemaal grootmoederskinderen. Ja. En ik ben opgegroeid met hem. Ja. Maar kort daarna ook hem uh, moest ik uh, helaas gedag zeggen. Dus dat nummer heeft heel veel, heel veel impact gehad in, op mijn leven. Ja. Maar tegelijkertijd op veel mensen leven. En daar ben ik dankbaar voor. Weet je, echt. Uh, nog steeds. Ik kan nog steeds niet geloven dat, dat die tune. Uh, zo in mensen hun hart is gaan zitten. en dat mensen mm -hmm. het nog steeds. Ja, nog steeds dragen. Ja. Je kan dit ook niet meer nadoen. Ik nee, zou dit nee. niet. Je, ik ga nog een elke nee, stap maken. Nee, want dat kwam, je legt uit waar het vandaan kwam. Mm -hmm. En het effect wat dit heeft, komt ook daarom omdat het real is vanuit je hart. Ja, man. Zonder bedoeling van, oeh, ik ga hiermee slagen of zo. Het ja. was ook nog een speciaal project. Mm -hmm. Maar mooi man, want ik, ik, ik weet, die, die pokken doet veel voor mensen. Mm -hmm. En kijk die range. Je hebt mijn gebruik, ik mis jouw liefdesliefde Naar Schudden, mm -hmm. zodat je pillen naar zo'n the van de hart. Ja, man. Dus mooi dat je dat allemaal kan leveren man. Ja, man. Ik heb uh, een slokje water nodig na deze topic, man. <laughs> Break. Let's get it. Voel je het? Ja, toch? Ik voel de energie. Zo. En wat, ik, wat, ik, wat het eigenlijk van mij compleet maakt, is gewoon... Uh, ik weet waar jij vandaan komt. Oh, ja. Maar we nog, camera. Nee, 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 nee. Je nee, nee. kijkt naar Guilly's Love Line, waar we bloed, bruut eerlijk praten over de liefde, seks en relaties. En we zijn mooi uh, diep gegaan over de muziekindustrie, ja, maar. maar ook de liefde voor muziek. En ik hoop dat een paar mensen die bezig zijn, niet alleen met hun muziek, maar met hun uh, art, waarvoor je dus liefde hebt, hier ook wat uit kunnen halen, begrijp je? Dan uh, waren uh, al jouw offers niet voor niets geweest, toch? Daar doen we het voor. In Gilly's Love Line pak ik elke aflevering een quote. Die gaat over de liefde, seks of relaties. Mm -hmm. En dan wil ik dan samen met jou op inzoomen om te kijken van hoe denk jij daarover? Wat is jouw mening daarover? Ze zeggen namelijk, vreemd gaan is niet alleen lichamelijk contact of flirten. Als je berichten aan het wissen bent van je partner, voor je partner, dan ben je er al. Ja, ja. Is this true? It's is very true. Ben ja. jij een berichtenwisser, Lloyd? Uh, niet meer. <laughs> niet meer. Nee, 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 nee. niet meer. Ik, ik, kijk, ik, ik, ik zeg altijd, weet je, de relatie tussen twee mensen, het, 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 je gaat met iemand vanuit de fundering. En de fundering moet altijd zijn dat er een stuk trust moet zijn. Mm -hmm. uh, los van het liefde, hè. Het liefdegedeelte is yeah. leuk. Ik zeg het ook altijd, weet je, van waar is jullie relatie op gebaseerd? Mm -hmm. Als jij zegt, alleen op liefde, is het dan gebaseerd op wiepen alleen? Is het gebaseerd op van, oh, hij heeft een uh, lange tolly of haar ah, poenie is lekker? Mm -hmm. Is het daarop gebaseerd? Op lust. Op lust. Dan is dat, ge dat is geen relatiemateriaal. Yes. Dan moet je het eigenlijk gewoon, hou het dan gewoon, keep it moving. Snap je wat ik bedoel? Precies. Als het gebouwd is op een relatiemateriaal, dan komen er nog een paar dingetjes bij mm -hmm. om het te laten werken. En dat is trust is eentje ervan. Ja. Vertrouwen, uh, mutual respect. Respect. Uh, vooral die. En ook het stukje van, uh, je moet elkaars nukken accepteren. En mm. die is moeilijk vaak, hè? Yeah. Want we zijn al moeilijk van onszelf, ja. met onze ego. Mm -hmm. Dus wanneer die smaal toe heeft, dat kan al een dealbreaker zijn. <laughs> maar dat kan je ook, op, o, ook zien als oppervlakkig, toch? Kan, maar bij sommige mensen. Snap je wat ik bedoel? Wat ik daarmee bedoel is gewoon van, je moet elkaars nukken accepteren. Dus je neemt die persoon zoals je die persoon neemt. Ook met alle shit, ook alle bagage. Ook alle bullshit. Heeft hij vier, vijf kinderen? Dan neem je hem met vier, vijf kinderen. Die dingen moet je allemaal in jouw huidige relatie dan los kunnen laten. Op het moment dat van die elementen een aantal niet kloppen, dan heb, heeft die persoon reden om vreemd te gaan. Want wat gaat hij doen? Hij gaat het ergens anders zoeken. Want misschien met die persoon wel. De gras lijkt groener. Juist. En, en, en voor mij. De, de, de reden waarom ik vaker vreemd ging in relaties. heeft puur te maken met het feit dat. alle vijfde elementen die ik net opnoemde. niet klopten. Of een aantal dingen ervan niet klopten. Ja. Waardoor ik. Uh, onzeker werd in mijn relatie. met die persoon waarmee ik ben. Ja. Waardoor ik het ga zoeken ergens anders. Waardoor ik eigenlijk. die ideaalbeeld ga zoeken. Uh, bij andere vrouwen. Ja. Dat is de reden waarom je vreemd gaat. Dat is de reden waarom je uh, ja, nieuwsgierig gaat worden naar andere dingen. En kijk, Jack. Ik zeg altijd dit. Hè. Daar, ik, ik ben het mee eens. Degene met wie je een relatie aangaat, moet, over, moet op hele andere dingen zijn gebaseerd. Mm. Die vibe, die energie, maar ook respect. En dat je zegt van ik vind het echt fijn. Deze persoon zou gewoon mijn mattie kunnen zijn Juist. als we het seks-element eruit zouden halen. De, weet je, vrouw, man, Juist. als we dat eruit zouden halen, Juist. dan moet ik deze persoon nog steeds kunnen trekken. Juist. Maar ook het stukje, uh, wat ook heel belangrijk is: de dialoogvoering, Communic communicatie. communicatie. Weet je, je moet kunnen communiceren. En ik ga ik... mezelf herhalen, waar ik niet van hou, maar dit keer doe ik het graag. Vrouwen willen graag. Claimen, dat ze goed communiceren. is niet waar. Ze houden van praten. Nee, maar kijk. Maar communiceren. nou maar trazang. Kijk, een relatie is een, ook een mix van ego. En ik heb het net al gezegd. Dat zei je, ja. ja. Want dat betekent dat je het echt hebt meegemaakt. Ik heb het Omdat echt. Omdat je mee... zo benadert. Ja, bro. wat Het is toch, toch real talk? Het is real talk. Dat is okay. wat we hier doen. Dus. eerlijk over liefde. Kijk. Een relatie begint altijd leuk. Yes. Je komt iemand tegen. Ah, asma, asma breed, je bent mm -hmm. met je boys, je, je komt die Sma tegen. Hé, hey, die Sma is lekker man. Mm -hmm. Sma ciao Bobby, sma, chawa, mm -hmm. Mewa, meet Asma ciao Billen, Mioamita Sma, die is dat die babuk. Oké, okay. je gaat die engagement aan. Juist. Die Sma die stelt zich open. Ik zeg ook altijd, weet je, wij mannen denken altijd dat wij de heersende factor zijn binnenin, voor kieswa meid. Maar het is die Zij Sma. Bepaald. Die bepaald. Zij bepaalt. Zij bepaalt. Zij maakt haar tijd. benen open. Juist. Jij bent degene die erin mag gaan. 100% waar. Dus wanneer jij in zo'n positie bent. Nou, je probeert voor kiesasma. Weet je, voor ja. kiesasma toch? 100. Je gaat bellen, je gaat moeite, moeite doen. Je gaat om en dingen, ga je, je doen. Je presenteert jezelf. Misschien niet per se ben je niet zo. Maar het beste beentje je gaat het beste je beentje, voor. beentje voorzetten. Met, met een houdbaarheid van, we zien wel hoe lang dat duurt. We gaan met die Green crossies. Yes. Nieuwe patas. Mooie takkie. Mooie takkie. Je houdt rekening. Alles. Heb je lekker geslapen. You don't give a fuck. Ja. <laughs> dat ook weer niet, maar. Je gaat van urenlang aan de telefoon zitten en yes. bellen met die sma. Juist. Yes. Ga je nu naar het moment dat je gaat daten. Oké. Okay. Nu zijn we in die dating. Nog steeds leuk. Nog steeds leuk. Superleuk. Datingsproces. Mekaar verkennen. Het leukste moment. Het ene, misschien wel. Het, 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 je kan bijna de jockey kan je bijna proeven gewoon. Boy. Ja? Ja, ja, ja. Je proeft die string bijna gewoon. Je denkt, hé, ah, deze. deze. <laughs> dus je gaat extra moeite doen. Maar ik tegelijkertijd. Niet, ik eet niet zomaar bij mensen, maar deze. <laughs> tegelijkertijd heeft die sma ook die dingie. Mm -hmm. Snap ja. je? True, true. Die smuift ook die ding, want anders laat ze je net zo dichtbij komen. Agenda. Beide is een agenda. Beide is agenda. Dus nu kom je samen. Nu ben je met elkaar. Mm -hmm. Snap je? Die eerste, die eerste keer naar Biddy, die komt nu. We hebben het gedaan. Het was kapot lekker. Juist. Weet je, maar je Het hebt, klikt je, ook in bed. Blijkt. Het klikt in bed. Het klikt ook qua belangrijk. Qua, ook belangrijk. Qua vibe klikt het. Ja. En dus Ge ook gew sexy, geweldige wel. seks. Juist. Het is mooi. Je hebt alles gedaan. Mm Hier -hmm. is smerisch of zo. Boy. Het, het, we gaan niet in details, maar het glimt hier. Het En het heeft zijn reden. En het heeft zijn reden. <laughs> <laughs> je bent gedoken. Oké. Okay. Nu zijn we een paar maanden verder. Juist. Die, die gaat uit met de vriendinnen. Die Sma laat je een selfie zien van: hé, hey, kijk, ik heb mensen de jurk gekocht. Maar ik ga met mijn vriendinnen weg. Zang, maar voor, voor wie ga je dat aantrekken? Voor wie maak je mode? Voor wie maak je mode? Kijk, en daar begint het. Precies. Daar begint de issue. Want daar je issue. was anders toen het begin van de Juist, date was. zo Oh, mooi. I have fun. Juist. I have fun. Diezelfde shit wat ze aan had, Precies. was een trigger voor jou. Juist. Nu is die smas zichzelf en het is een probleem. Nee. Kijk, en daar komt het. Hè. Daar komt het. Daar komt het stukje dat wij als mensen nu elkaar gaan beginnen te claimen. Juist. We gaan nu proberen om onze eigen wil te forceren op iemand. Een beetje onzekerheid speelt daar ook mee. Tuurlijk, 100%, want je wil die sma niet kwijt. Toch? Weet je? Maar het is voornamelijk. Laat me kijken hoe ver ik kan gaan om die grens te laten zien van. Dit is wat ik tof vind en wat ik niet tof vind. En ik vind het niet tof dat jij nu in die korte jurk naar buiten toe gaat met je vriendinnen. Ja. Terwijl, bro. Je bent daar tegengekomen in die koude jurk. Juist. Snap je? Dat is een van de redenen waarom we zijn van interessant. Interessant. <laughs> Snap je wat ik bedoel? En kijk, en dat stukje, daar, komen de, daar komt het stukje van nu gaan de blurred lines beginnen. Yeah. Want nu gaat, ga jij dat doen bij haar en zij gaat dat doen bij jou. Yeah. En daar komt heel veel shit van. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat in de dialoogvorming het altijd moet zijn dat er mutual respect moet zijn. En dat je ook Disma in die positie haarzelf moet kunnen laten zijn. Want juist wanneer je haar zelf laat, uh, zichzelf laat zijn, gaat zij ook dat zien als iets van saang, ah ja doop man. En weet je wat dat redt? Als je met elkaar op, uh, want je hebt, je hebt het nu over vijf maanden samen toch? Mm -hmm. Maar je hebt elkaar leren kennen en je hebt ruimte laten ontstaan voor beide van... ...hé, hey, dit vindt diegene niet leuk. Respect is, is, is de fundering. Mm -hmm. Dan weet jij van, Hey baby, go. Want je weet ja, maar... van, ze gaat geen gekke dingen doen. Nee. Daar moet je dus zijn. En ik ga geen gekke dingen doen. Ja, maar je geeft die sma ook de vertrouwen. En omdat je die sma de vertrouwen maar geeft. Dat, maar dan moet het wel echt zijn. Ja. Begrijp je? Ja. En, en dat is wat zij heeft gegeven en wat jij hebt gegeven. Ja, man. Maar... En dat, dat is makkelijk praten, maar om daar te komen is bro. een trucje. Is een trucje. Ken je Kijk, dat, en, en, je? Dat is, en dat is. Heb je de trucje in je ja, dag? Ja. ja, bro. Het, 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 kijk, wat ik zeg is altijd dialoog voeren. Het begint mm. bij dialoogvoering. Communicatie, ja. daar ligt die hele shit. Ja. Snap je wat ik bedoel? En altijd, weer, en altijd weer in die reflectie gaan. Van Je neemt elkaar met elkaars nukken. Juist. Ik respecteer jou en ik respecteer alles waar jij, waar jij voor staat. Mm -hmm. Daar begint het. En dat is de dialoogvoering die ik nu in mijn relatie aanpas, is nu wat ik heb. En het is niet makkelijk. Want jij zit nu in een relatie. Ik was zo helemaal uh, mm -hmm. in, in, uh, in het verhaal van Arnhems Gewijs en Lloyd de Mesa. dat mm -hmm. ik ineens heb gevraagd: wat is je status nu? Maar je zit dus in een relatie. Ja, ik ben, ik ben, ik ben in een relatie en ik ben uh, uh, super blij in deze relatie waarin ik zit. Weet je, ik, ik, ja. ik zeg je eerlijk. Weet je, en, en het doet ook iets met mijn ziel. Het doet ook iets met mij als mens. Snap je wat ik bedoel? Uh, vaak wanneer je in onzekerheden bent en uh, wij als artiesten dealen vaak met hele grote pieken en hele grote, grote dalen. Want ja. wanneer het niet goed gaat, dan reflecteert dat op ons als mens. Yes. De buitenwereld die ziet het als een van, ja, hé, hey, aman, vader jongen, hé, hey, aman, dit zo of aman, dit Maar in jouzelf ben je een bergel aan het vechten. Precies. En op het moment dat jij uh, jouw battle niet kan delen met je spouse of met degene waarmee jij het hoort te delen, dan wordt het een gevecht in je eentje. Ja, daar zit het niet goed in in. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus Want we hadden het over. Ik zeg altijd: als je in een relatie zit, of je nou wilt of niet, diegene wordt je beste Mattie als het goed is. Moet die persoon je beste Mattie kunnen zijn? Want je deelt dingen ja, die je niet met anderen deelt, nee, onbewust man. of bewust. Nee, maar. Uh, je laat de kant van je zien. Het is al phone want mm -hmm. je bent intiem. Begrijp je? Zij krijgt de echte kant van jou te zien. Maar weet je wat die fatu ook is? Kijk, ik, ik, mensen kom je altijd tegen. Je familie kies je niet voor. Je familie wordt je ingeboren. Precies. Het is gewoon wat het is. Maar mensen die je tegenkomt... Kijk, je beste mattie zou bijna als een familielid kunnen zijn. Ja. Maar ik zeg altijd, weet je... Door je groei heen, door de jaren heen... kom je mensen tegen en mensen komen en gaan. Mm -hmm. En dat geldt ook voor relaties. Een relatie kan komen en een relatie kan gaan. Ja. Het vreemde ervan is, is dat op het moment dat je niet meer met die persoon bent, waarmee je bijvoorbeeld tien jaar of zo was of meer, ja. of vijf jaar met die persoon was, je hebt elkaar hele beeld na het je. je weet gewoon waar haar uh, birthmarks zitten. Juist. Je weet alles van die sma en één keer is dat weg. Want je, gaat, je stapt nu uit de situatie Precies. en je kent elkaar niet meer. Je bent gewoon vreemden van elkaar nu. Weet je, omdat je uit de relatie gaat. Mm -hmm. Dus je move on. Maar eigenlijk, als je dat goed bekijkt, is het best wel raar. Het is, is een vreemde nee, to tory eigenlijk. Want er zou eigenlijk in die jaren, zou er de, zou de op zijn minst het respect moeten zijn yeah. dat je als normale mensen moet kunnen leven met elkaar. Na dus. tien jaar of vijf jaar of wat dan ja. ook. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar zelf als je uit elkaar gaat. Mm -hmm. Zou je respectvol moeten kunnen blijven? En soms zo... gebeurt dat niet. Nee, zo, sowieso. En daar niet. zie je eigenlijk wie die persoon dus echt was. Ja. Als, de, als het disrespectvol wordt of harddragend. Ja, man. Want it's a thin line between love, love and, and hate. hate. En dat is super oh. waar. Super waar. En in een moment ben je zo, gaat het krom, dan verandert die persoon in dek en lijkt. Uh, is alleen Jekyll en Hyde, Dit is ook iets wat ik. Wat ik een van me zei me ooit, hij zei tegen me, Lloyd, hij zegt, luister, weet je, hoe goed je je best ook doet, weet je, als, je als, als het niet klopt, dan kan het zijn dat iemand ochtends jouw pantoffels gaat dragen, Mooi. jouw kind naar school toe gaat brengen en ook jouw kind weer in bed gaat zetten. Ah, ja. Hij zegt, en dat is iets wat heel reëel is. Want dat is gewoon, dat is gewoon wat Libby is. En yeah, yeah. ja, ik ben heel goed daarover nagedacht en denk, ik dacht, wow, damn, that shit is very true man. It's very true. Want op het moment dat je uit elkaar gaat, yeah. binnen een aanzienlijke tijd, somebody happen. comes into the fucking house is gonna wear your fucking pantoffels. En als er <laughs> kinderen zijn, guess what? Die doet is ook onderdeel van jouw leven. Ja. <laughs> Snap je? Maar, dat, maar ook dat weer ja. is een communicatiestuk. Snap je dus? Ja, ja, ja. Dat zijn allemaal dingen die ik meeneem nu uit mijn past life, als het ware. En die ik uh, implement in het leven waarin ik nu zit. Ja. Weet je, ik heb een vrouw gevonden die een stuk jonger mm. dan me is. Mm. Weet je, zij... Uh, sta, staat heel anders in het leven als dat ik sta. Juist. Maar doordat wij communiceren, doordat wij praten, en doordat, wij, doordat die respect er is, mm -hmm. begrijp je elkaar's dialoog beter. Alleen, weet je, kijk, ik word ouder, mm -hmm. maar zij zit nog steeds in die pace waar ik tien Juist. jaar geleden was. En, 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 <laughs> en, en, en check, en zij is jonger, zeg je toch? Ja. En guess what, en dat is voor jou de uitdaging, mm -hmm. zij heeft recht om daar te zijn. 100%. You get in? 100%. Want als je met iemand jonger gaat, en dat, is, dat vind ik, ik kan ook met iemand jonger gaan, want voor mij is het niet leeftijd, voor mij is nee. het connectie. En Alla, en, en mag niet, als iemand 10 jaar ouder is of 10 jaar jonger, it het starts with a het connection. Gun. Maar iemand jonger komt dus ook mee, dat je niet de respect, that, een weg die jij al hebt bewandeld, hoe dan ook, Magnet, hoe slim ze is, hoe, 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 waar zij staat in het leven qua business- en carrière. Zij heeft iets nog niet meegemaakt wat ze moet meemaken. Yes. En de uitdaging voor jou is. Om het te, haar te laten meemaken. Te laten meemaken. Snap je? Dus dat is wel belangrijk. Is heel belangrijk. Als er leeftijdverschil is. Is heel belangrijk. En dat, dat, en dat gaat dat, het werken, denk en, ik. En dat, dat gebeurt ook wel hoor. Maar het is mm -hmm. meer. Uh, kijk, mijn geluk is, is dat zij uit een, uh, een heel warm familie komt. Een heel warm gezin oh, ja. komt. Ja, ja. En ze is opgevoed met. Uh, ja, een beetje met die oude principes, normen en waarden. Ik trek altijd die broken ass chickies aan, man. Dat is wat ik wil. <laughs> zij heeft die oude principes en waardes <laughs> nog, weet je. Die, 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 die mijn oma mij mee heeft gegeven. Okay. Dat heeft, heeft zij ook een beetje. En daar is ook dus een raakvlak voor jullie dus. Ja, zeker. Daar zit de grootste raakvlak in. Ja, mooi, man. Weet je, ik, ik hoef haar niet, uh, ik, ik hoef haar niet uh, uit huis te trekken, weet je. Want zij, 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 zij doet dingen op haar eigen pace. Snap je wat oh, ik bedoel? Ja, ja, ja. Weet je, um, uh, Anne-Hara Smafoe, in haar club, Aladdin. Of. Ja. Weet je, ja. je gaat haar niet gek maken met. Uh, weet je, hebben uh, dingetjes en ja. tierenlantijntjes, weet ja. je. Die en dat heeft te maken met haar karakter, dus. Heeft heel erg veel karakter En opvoeding. Mooi. En, en dat is iets wat ik, wat ik echt, uh, ja, waar ik het in getroffen heb. Echt een blessing is dat voor mij sowieso. Omdat ik. ik, ik dat zijn de waarden en normen die ik ook zoek in een vrouw. En hoe lang zit je, je in ook. deze relatie waar, die je zo blij maakt? We zijn, we zijn nu in zo'n vijfde jaar. En uh, als kerst op de taart, dus een jongen Een jongen en een bij. meisje. Dus ja. Jullie relatie is nu, even, nu weer een andere dimensie gekregen. Ja, het heeft een andere dimensie gekregen, maar nog steeds dezelfde fundamentele bouwsteen. Weet je, en dat is dope. En uh, die mutual, wat ik zeg, die mutual respect is. Hè. En omdat dat zo is, heb ik ook gewoon het gevoel dat de core, nee. de foundation is solid. Mooi, 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 mooi. En dan kan je bouwen, snap je? Want daar moet het in zitten, mijn man. Want ik hou dingen graag simpel. Want ik ben een simpele man, je hoeft dingen ja, niet ingewikkeld te maken. Als jij dus vanaf het begin om de juiste redenen. Ergens besluiten, want dat moet je eigenlijk tegenkomen en gaan inzien van: hé, hey, ik denk dat ik met deze persoon. Maar om de juiste redenen, dan vallen dat soort kleine dingen weg. Want ja, eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik weet dat. Als jouw relatie niet daarop is gebaseerd, guess what? Als jij al vond dat die sma een beetje een groot hoofd heeft, of die jongens, Tolly, klein, of whatever. Dan wordt die Tolly steeds kleiner. Dan wordt dat hoofd kleiner. steeds groter. Hoe lang de relatie doorgaat, dan ja, wordt die... De... Maar als het niet daarop is gebaseerd, dan zal dat nooit een effect hebben. Dat ding van jullie blijft, want dat verandert niet. Nee, man. So choose right and on the right uh, reasons. 100%. Zij die single boy. Ja, man. <laughs> het is een pokoe waardig Hé, hey, is de titel? We gaan een poko maken. <laughs> minosap zingen. Maar laat me die intro inspreken. <laughs> Hey yo, welkom bij, hoe gaan we noemen? De love line, waarbij hij is niet geïnteresseerd. Ik zie de hele gezicht uitdrukken. We skippen het. skippen het idee. Ik ga mijn hart niet laten breken hier voor de camera. We hebben het er niet over gehad. We kunnen altijd wel wat uitwerken, man. Maar dit is medelijden. Ik hoor het aan je toon. Nee, is ook goed. Jij bent de zanger hier. Jij maakt die pokus hier. Maar ik ben die lobby Takimang. man. Ja, daarom zeg ik toch. Een introotje moet kunnen. Ja toch? Denk erover na. Een moet kunnen. En daarover gesproken, 25 jaar in de game en nog steeds bezig. Nieuwe baby en nieuwe poko's die worden gemaakt. La la la. Want ik zie uh, die, die poko's voorbij komen als ik je voor op Instagram. Die laatste, die laatste poko. Vertel over die laatste poko. Uh, die met Jorginho. My Diamant 2.0. Ja, die zag ik ook voorbij komen. Nou, ja. vertel, vertel over wat je wilt. Uh, ja, dat Mijn diamant, ja, inderdaad. Oh, die had ik niet eens uh, benoemd. Nee. Zo erg. En die is dus een beetje ververs nu. Ja. Een nieuwe uh, uh, recycled met Justinio erbij. Ja, we hebben wat elementen uit die tune genomen. Weet je, en ja. uh, hij heeft een. Uh, het was voor zijn uh, RB-album. Weet ja. je, maar hij heeft een nieuw RB-album. Dat is toch dope dan dat je, je? Uh, Lloyd erbij haalt? Ja, maar hij heeft een paar hele grote namen in de game. Weet je, ja. Jay Johnson, Gio, mm -hmm. uh, Brace. Weet je, er ja. zitten een paar hele toffe namen op Maar er is dus ook een van die grondleggers. Want zo mag je je vrij noemen, hè? Ja, maar. Grondleggers. We gaan het gewoon zeggen wat het is. Ja, man. Hier is geen bescheiden, Sanis. Kom ik bescheiden over. Sjeer. <laughs> ik geef je ook geen ruimte om bescheiden te zijn. Nee. Grondlegger. Ja, man. Lekker. Ah, ja. <laughs> Nee, die tune die is dik. Die tune is dik. We zijn de studio ingewezen. Ik heb wel heel veel uh, geleerd uit die sessie, omdat... Uh, de opname, manier van opnemen is heel anders mm -hmm. wat die boys niet doen. Yeah. Ik moest uh, een beetje wennen daaraan. aan. Weet je, aan de, aan de vibe in de studio. Weet je, hoe hun uh, dingen neerzetten. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. En ik heb ook gezien dat het, uh, dat het gewoon heel goed bij elkaar past. Yeah. Weet je, en ook waar, waar we net alweer over spraken, de respect naar die muziek toe. Mm -hmm. Weet je, als, uh, uh, een man zoals Justinio heeft heel veel respect naar die muziek. Yeah. En daarom. Uh, doet hij dit ook, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Want ja, hij had alles kunnen doen. Weet je, maar hij ja. koos ervoor om RB te doen. Dus dat is toch. Ja, dat is toch, Dat is iets dat is zijn hart En ik ben all about my RB back. Ja, yeah, man. Yeah, man. <laughs> Die EP is doop geworden. Ik ben uh, trots dat ik erop sta en dat ik mijn bijdrage heb gedaan. Dus Diamant moet je sowieso gaan checken? Mijn Diamant moet je sowieso checken met Jarsinio. Weet je, het is uh, Jarsinio featuring Lloyd de Meza. Mm -hmm. Mijn Diamant. Ja, en je vertelde me net behind the scenes over een pokoe. Mm. Lovers and Friends. Die titel alleen al, ja, maar. maar het idee daarachter. Ik, heb, ik heb samen met uh, een van de jongens van Arnhem's Gewijs... Mm -hmm. omdat er zoveel demand was, zoveel vraag was op onze Facebook... en alles oh. erop inderdaad, van Arnhem's Gewijs... om een nieuwe tunes te maken, nieuwe platen te doen. Mm -hmm. uh, hebben wij de keuze gemaakt om een, een soort spin-off project te doen. Dus we brengen het als... De jongens van Arnhems Gewijs brengen je Lloyd and Step. Juist. Dus Lloyd and Step is de rapper van Arnhems Gewijs Precies. samen met mij. Dus nog steeds dezelfde saus. Dus de saus is de same. De yes. same, I maar 2021. Juist. Ja. Dus we hebben een EP'tje opgenomen en uh, daarvan hebben we een single. Uh, de eerste single was uh, Tijd zal het leren. Mm -hmm. Die heeft uh, vier weken op één gestaan in Su bij SCCN. Ai. Weet je, dus dat was een hele mooie inkopper voor ons. Om Su omarmt jou en jullie altijd, ja, hè? Maar, ja, maar heel dik. Toch? Heel dik. En maar we hebben ook word goede je daar niet blij van? Voel je die liefde niet die je krijgt voor je eigen mensen? Bro, eh? dat, het, voor ons is het heel erg uh, bijna uh, raar om te zien. Weet je, omdat, je, mm. omdat we hier zo onze best doen. Yeah. Om dat ding te pushen op de radio. Mm -hmm. En daar wordt het gewoon ontvangen. Want ik zeg altijd, een goede tune is een goede tune. Yeah. How, how you slice it, how you cut it, een goede tune is een goede tune. Yeah. Klaar. Yeah. Weet je, dus de mensen gaan ervoor kiezen. De mensen gaan het voelen, de mensen gaan het zien en de mensen gaan inbellen en zeggen van hé, hey, ik wil het weer horen. Yes. En dat is wat we zien. Mm -hmm. um, Hier zo krijgen we, ja, het past niet in onze playlist. Uh, nee, we hebben onze muziekprogramma is al gemaakt. Nee, we krijgen, elke keer krijgen we dat soort excuses te horen. Mm -hmm. En we zien dat in Su uh, gewoon die onbevangen mindset er nog is. Ja, ja. Weet je, we moeten wel wat doen om het te pushen. Dus dat Daarvan... waardeer je, die liefde Bro, die, die je nog steeds je krijgt. 25 jaar later, je krijgt die liefde nog ZU steeds. Su is gewoon dat ding, man. Ik zeg mm -hmm. je eerlijk, man. Dat is gewoon de bakermat van ons. Het is onze roots. Het is die lobby. Want ik vind het leuk om want we zijn trots op jullie. Want ik zeg we, want er is geen verschil. Suriname hier, Suriname daar, Suriname Amerika. Walla, mala, En we zijn trots op jullie. Ja, man. Dus, en, dat, en die lobby voelen ah, we ook weer terug. Mooi, en dat is, gewoon, dat is ook gewoon een van de redenen waarom wij gewoon door blijven gaan. Dus lovers and friends, ja. Dat is gewoon een tune die we... Die we... En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Mm -hmm. Want dat is waar we het net over hadden, hè? Ja, man. Lovers en friends. Want dat, want dat is het ingrediënt eigenlijk. Als je dat kan bereiken, let's be lovers en friends. Ja maar, alleen dat al geeft geloof van this might work. Dat is ook de reden waarom we deze tune hebben gemaakt. Ja. De reden waarom we deze tune hebben gemaakt is ook omdat, weet je, door alles, alles wat uit is heen, ik, ik, laat me het zo zeggen, mij, mijn dochtertje van negen stuurt mij een TikTok-filmpje. Mm -hmm. En ze zegt, papa, vind je dit leuk? Mag je dit posten? Want ik, ik vraag aan haar, voordat je dingen gaat posten, laat me het zien. Oh, verstandig, ja. Want ik wil horen wat ze. Ja. Weet je, en ze aan een pokoe en uh, wine op mijn kokkie en la 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 la. Ik zeg, oh, nee, nee. nee, Carrera, sorry. Ja. Ik, weet je, take it down. Uh, dit en kan ook ik, uitleggen waarom? Uitleggen waarom, maar het feit dat ik haar moet uitleggen, in deze dag, vandaag, ja. vind ik al een dingetje. Weet je, en... Troost voor jou. Je bent niet de enige oude die daarmee te maken krijgt. Nee, 100%. Maar dat heeft ook ons getriggerd om poko's ah, te maken yes. die clean zijn. Yes, die yes, ook yes. voor kids zijn. Dus ja. wij hebben gezegd, lovers and friends is een algemene topic. Weet je, ik wil je lobby, lobby, lobby als ik met jou ben. We zijn meer dan lovers and friends. Meer dan lovers and friends. Het is gewoon zo so simpel, ja. maar zo so impactful. Ja. Weet je, en het geldt voor iedereen. Ja. Het geldt niet alleen voor een man en een vrouw. Het geldt voor je, voor je kind, voor je spouse, mm -hmm. voor je... It don't matter. We ja. zijn meer dan lovers and friends. Het liefde is breed. Het is breed. En vandaar dat we het zo hebben gepusht ook, man. En ik denk, ik denk ook dat het nodig is in deze tijd waarin we zitten. In die ja. COVID, met alle onzekerheden. Nu eindelijk mogen we weer wat, weet je. Twee jaar verder bijna, mm -hmm. weet je ik wil we willen juist iets teruggeven aan de mensen en dat is dit geworden man dat is die nieuwe single man lovers and friends en check uh, van alles wat Lloyd nu nog doet waar kunnen we dat checken uh, sowieso um, uh, Lloyd en Step op Facebook Lloyd de Mesa Music op Instagram Lloyd en Step Instagram YouTube uh, alles is gewoon online te vinden man je kan gewoon uh, op al onze platformen kan je gaan we hebben een uh, een linktree hebben we ook, weet je, van Lloyd Step. De EP ja. is op Spotify. Ja. De muziek is op Spotify. Ik urge jullie om het zoveel mogelijk in jullie playlisten te zetten. Mm -hmm. Want dat helpt ons natuurlijk weer voor de populariteit. Hoe meer streams, hoe meer uh, mensen het moeten gaan draaien straks, is, weet je, op de radio en zo, ook hier in Nederland. Want uh, er, wordt, er wordt gekeken naar wat op Spotify gebeurt. Mm -hmm. Daarvoor is het belangrijk dat wij ook die streams nodig hebben, snap je? Het is belangrijk. En, en, en doe dat ook. En als je dat doet, daarna support ook je boy Gilly's Loveline. 100%. Check me, Gilly Ruto op Instagram. En op alle handles kan je me vinden onder Gilly Ruto. En like ons page, Ebony View, op Facebook en op YouTube. Abonneren met dat belletje, want alleen dan weet je of er weer een nieuwe aflevering uh, er is. En volg, like, abonneren en alles wat daarbij komt kijken, zou ik waarderen. En check lovers and friends. Want baby's worden nog steeds gemaakt op die pokkoes van je. 100%. Eh? We gaan nu weer een nieuwe richting baby's maken. <laughs> ja, man. Dope. Hey, Lloyd, ik vond het dope dat je er was. 100%. Zoals wow. Lobby and Power. Ik blijf je volgen en supporten. Ja, man. En wij, jullie ook. Hey, I love it. I love, ja, it. I love it. I love it. I love it. Hey, dit was weer een uh, aflevering van Gilly's Love Line. Een keer met de legend. En uh, belangrijk wat wij hier doen, want ik zeg altijd: if it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah.